net wakker gemaakt door een mooie run. Deze leuke spiegelkooi ligt er op de mat, gevangen op het maaiersrechtje. Morgen vroeg zal ik jullie uitleggen hoe ik hem in elkaar steek. Mooi. Goedemorgen allemaal. Het was een goede nacht. Sepp had er vanmorgen ook nog een. En zoals ik gisteren beloofd had, wil ik even terugkomen op de richt die ik gebruikt heb om die mooie spiegelkooi te vangen. Het gaat over een richt waar ik al reeds een artikeltje over geschreven heb. Ook te vinden op Karp Crossing. De fake Maaiersricht, gelijk ik hem noemde. Het is eigenlijk een uitgebalanceerd richtje. Wat ik vooral gebruik op wateren waarvan ik weet dat er niet te veel witvis, niet te veel zeel, niet te veel brasem rondzwemt. En vooral waar dat geen obstakels zijn. Om de simpele reden dat het allemaal superlicht materiaal is. En dus zelfs de meest schuwe karper kan haken. Op mijn bivitafeltje zie je de materialen die ik gebruik voor mijn fake maaiersricht te maken. De kikkers. De T-curve shank maatje 8. Een richtringetje voor het allemaal mooi tegen de haaksteel op te houden. De fake corns. Twee stuks gebruik ik ervoor. De Kratos in zijn 15 lips versie. Een klein loodhageltje die ik gebruik voor de shot aan de hoek. En de flosdraad die ik gebruik om de shot aan de hoek te bevestigen op mijn haak. Poetie gebruik ik voor het richtje zelf tegen de grond te houden. Stap nummer 1. Onderlijnmateriaal begin ik met mijn hair te maken, waar dat ik mijn twee maaierskorrels zo meteen op ga rijgen. De twee maaierskorrels op de rijgnaald en die trekken we zo op de hair. En dan neem een stoppertje om alles op zijn plaats te houden. Als volgt. Volgende stap, het opzetten van het richtringetje. Opzetten van de richtring is redelijk belangrijk, aangezien dat de afstand zal bepalen dat jouw haakaas van jouw haak gaat liggen. Dus ik krijg het richtringetje op mijn onderlijn en ik kan nu de afstand bepalen dat de richtring van mijn haakhaas af gaat hangen. Dat is meteen de juiste afstand tussen haak en haakaas. Ik gebruik een gewone overhandse knoop om een richtring te positioneren. Persoonlijk hou ik ervan om mijn haakaas niet te ver van mijn haak af te houden. Laten we zeggen een 7-8 mm. Zo. Dus deze afstand zal mijn maaiers boven mijn haak drijven. Als volgt nemen we ons haakje en rijgen we de richtring over de haak. De positie van de richtring, voor mij de ideale positie van de richtring, is ter hoogte van de weerhaak. Op die manier zal hij de haakpunt naar onder trekken tijdens de inhaking. Ik hou de richtring in positie door hem te knijpen. En alvorens onderlijnmateriaal van buitenkant naar de binnenkant van het oog van de haak te doen. Dus de juiste positie zoeken. Ter hoogte van de weerhaak. En dan kunnen we beginnen met de knotless.
Ik begin met Knotless Knot. Altijd weg van de plaats waar dat het einde van het haakoog en de haak samenkomen. Dat probeer ik te vermijden. Waarom? Dat kan misschien een snijdend element zijn op de dunne onderlijn. Dus ik ga nooit zo draaien. Ik draai hem altijd ervan weg. En dan begin ik met mijn knotless. Omdat het redelijk glad materiaal is, gebruik ik 6 wikkelingen. 3, 4, 5, 6. 6 wikkelingen. En ik kom 2 keer terug om het slippen te vermijden. 1, 2. Terug van buiten naar binnen door het oog. En aantrekken. Vervolgens glijden we de kikker over de onderlijn en positioneren die op de haak. Belangrijk is dat je de uitlijning van je kikker en je haakpunt goed in acht houdt, zodat het geheel, als het uitgebalanceerd is, mooi op de grond komt te staan, op de bodem komt te staan. Zoals je ziet kan het wel eens gebeuren dat je haar verdraait met het aantrekken van de knoop, maar die kun je terug op zijn plaats trekken. Natuurlijk, door de grote drijfkracht van de maïskorrels zal hij de haak van de grond willen opheffen. Om een tegengewicht hiervoor te creëren, maak ik gebruik van een shot in de hoek. Een kleine loodhagel. In combinatie met vlosdraad. Zo. Een simpele truc om het gemakkelijk voor elkaar te krijgen is gewoon de haakpunt vasthouden en draaien, even de vingers nat maken en draaien met die vlosdraad. Dan heb je eigenlijk één strak geheel en dan kun je daar gemakkelijk je loodhagel op plaatsen. Dus ik heb zo net de vlosdraad afgeknipt, loodhagel vastgepitst en tegen de haaksteel opgeduwd. Wat ik nu ga doen is even het overblijfsel afblotten door middel van hem af te branden en plat duwen. Dan blijft de loodhagel altijd perfect zitten. De loodhagel doet net genoeg werk om de haak altijd mooi naar onder te doen haken. Ik maak mijn rig in dit geval meestal korter, omdat ik met veel en klein aas vis op dit moment. Dat wil zeggen dat de vis niet hoeft te zwemmen om aas binnen te krijgen. Dus dan moet hij ook sneller geprikt worden. Laten we zeggen een kleine 15 tot 20 centimeter is meer dan voldoende. Ik werk mijn rig af door middel van een 8 knoop, omdat hij net iets steviger is dan een simpele lus. Je ziet hem mooi verschijnen, 8 knop. Even nat maken. En aantrekken. En dan kunnen we weer dit deel aftrimmen. Het richtje begint vorm te krijgen. De Kratos is super soepel materiaal, maar zijn zinkend vermogen is niet op een top. Om dit geheel nu toch mooi over de bodem te laten lopen, maak ik gebruik van een beetje putty. Dan blijft het allemaal strak tegen de grond liggen. Ik plaats hem mooi in het midden van het rigje. Als volgt. Heb jij bij jou in de buurt een water waar dat je zeker van bent dat er veel karper zit?
en niet te veel braast hem of steelt, of je vindt het niet erg om ze te vangen, zeker eens proberen. Ik ben zeker van dat je er een vis meer mee gaat vangen.